Hier is één. Wij willen seks. Dat is hier. En die vrouwen komen hier binnen en die willen zekerheid en vertrouwen. Toch? En we ontmoeten elkaar. Ik heb dit en zij heeft, ik heb een snavel, ik wil seks, ik piemel omhoog. En zij heeft weet je wel, een boom en een huis en drie kinderen in de hand. En ze komt zo. Ik wil haar kennen. Dus er is een mismatch. En dan komt het. Op de authentieke manier, de biologische manier, wat er in de maatschappij gebeurt, komt er door daten, door flirten, door vallen opstaan, door blauw te slopen, masturberen in het verkeerde potje, trekt het bij, afhankelijk van de vrij, en dan wordt er vaak een compromis gesloten, wat meestal begint bij geneven. De vrouw zegt, nou weet je wat, ik heb wel genoeg zekerheid en vertrouwen, je hoeft nog niet meteen een huis te kopen, we gaan gewoon even over daten. We zijn er een beetje uit, we hebben een beetje bemiddeld, dat is de relatie met hem. En dan ga je, nu ga je onderhandelen, hè. Je bent de vrouw onderhandelen en dan onderhandel je date. Zij zegt, ja, is goed, dan gaan we gewoon een date. Nee, schrijf. En dan ga je al schip in. Want vaak wat mannen doen is, die gaan steeds vaak zeggen, ja, ja, komt wel. Dan maar is de relatie. Je blijft eigenlijk in die oerkracht. Dat is eigenlijk wat de alpha man doet. Draait de vraag om. Niet in het rijtje mee gaan. Dat is je uitstraling. Dus je uitstraling is met vrouwen is van, jij hebt mijn zaad nodig. Zo is hoe je eraan kijkt. Dus het is niet te zeggen, dat is hoe je erover denkt. Als een puntje bepaald komt en ze gaan vragen aan jou, van, hoe ziet het nou? Dan zou je dat zeggen, uiteindelijk. Zeg maar, als die vrouw zegt, hey, wat doe je raar? Of het gesprek over elkaar en het komt er op seks aan. Dan zou jij zeggen, van, ja, maar jij hebt mijn zaad nodig. Laat zien hoe het zit. En dat is iets wat ze gewoon niet weten. Net zoals dat jij ook niet weet of ze goed in bed zijn, maar ze verkopen het je wel. Ja. Je neemt het gewoon voor ze verkoop. En dat mooie is, ook als ze de vrouw in bed erin en ze verkopen je die grap. Dat 9 van de 10, die het je na 3 maanden heeft verkocht, pakken er geen haalt voor.